Zuid-Limburg is in ons land het walhalla voor de fietsliefhebber. Thuis voor de buis om te genieten van dit soort beelden. En wie het aandurft, springt zelf op de fiets en probeert bijvoorbeeld de Kouberg te bedwingen. We fietsen samen met een groepje en we willen ook niet per se zoveel gemiddeld rijden. Het is meer gezelligheid, op tijd een stukje taart met wat drinken erbij en dan komt het wel goed verder. Hartstikke leuk zo, een groepje rijden. Hoef je niet per se lid te zijn voor niets. Fietsen voor de lol dus en daarvoor hoef je inderdaad geen lid te zijn van de Wielerbond. Tegenwoordig vinden wielrenners elkaar bijvoorbeeld via de app. Daardoor stappen meer mensen op de fiets, maar het aantal clubleden groeit niet mee. Nee, ik ben niet lid. Ik ben wel een jaar lid geweest omdat ik een reisje ermee ging doen, maar daarna gelijk weer opgezegd. En waarom heeft u opgezegd? Omdat het inderdaad voor mij niet zoveel toegevoegde waarde heeft. Alle informatie vind je toch wel op internet en waar de tochtjes zijn en dat soort dingen. Dus ja, dan heb je het niet zo nodig. Het heeft geen meerwaarde als je natuurlijk geen wedstrijden rijdt. Je wil gewoon lekker hier een toertje maken. Ja, dan kun je gewoon lekker opstappen en dan kun je gaan rijden. En dan ben je nergens aan verplicht. Het kost je geen geld, helemaal niks. Lidmaatschap van de Wielerbond is alleen interessant als je wedstrijden rijdt. De opdracht voor de KNWU is daarom duidelijk. Proberen mee te gaan in de totale ontwikkeling van fietsen en recreatieve fietsen, vooral recreatieve jeugd, te laten zien dat het ook leuk is om wedstrijden te fietsen, lid te worden van een club en dan op het niveau te komen dat je misschien ooit in de Tour de France aan de slag kunt. Om de jeugd en hun ouders zover te krijgen is er wel nog wat nodig, want wielrennen is een gevaarlijke sport. Dus je moet zorgen voor afgesloten parcoursen. In Venlo is er heel recent een hele nieuwe accommodatie, een gesloten accommodatie geopend. Perfect, dan kun je de kinderen veilig aan de slag laten. In Zuid-Limburg dan schort het nog wel een beetje aan dit soort veilige omgevingen. En is het ook van belang om dat te investeren. De vraag is of de nieuwe wielrenners daarop zitten te wachten. Want veel van hen willen gewoon hun eigen koers volgen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Een beetje bezig zijn en genieten van de natuur.